Het is Racing Day, dames en heren. En niet zomaar Racing Day. Nee, we gaan vandaag racen op Spa-Francorchamps. Ja, het is eindelijk 30 augustus. De mooiste race van het jaar. Wat mij betreft persoonlijk staat nu te gebeuren. Of het een spannende race gaat worden, ik heb geen idee. Hamilton is natuurlijk weer op de pole position. Bottas op P2 en Max Verstappen op P3. Wij gaan echter iets anders doen. Wij gaan in de Game F1 2020 een race rijden op Spa-Francorchamps. Dat doe ik niet in een Red Bull van Max Verstappen. Ook niet in de Mercedes. Ondanks dat het wel de mooiste auto is op dit moment. Nee, dat doen we in onze oude vertrouwde McLaren van Lando Norris. En we gaan proberen een podiumplek te scoren. Of dat gaat lukken, we gaan het zien. Nieuwe Grand Prix, jazeker. F1 2020. En we kiezen natuurlijk voor de McLaren. Want de McLaren is mijn favoriete auto, dat weet iedereen. Van oudsher al. Het is maar één optie hier. Lando Norris. Spa-Francorchamps. Het mooiste circuit ter wereld. Don't at me. Deze discussie is zinloos. Spa is de enige die op die sokkel mag staan. Die op dat hoogtepunt mag staan tussen alle circuits. Ja, gaan racen. Ik heb een veld toch elke keer als ik dit zie. Ik ben er helaas maar één keer geweest. Gaat zeker niet de laatste keer worden. En dat was echt een fantastische ervaring. 2 jaar geleden was dat. En het is prachtig weer. Het was wel erg duur. Maakt allemaal niet uit. Hoort er allemaal bij. Spa-Francorchamps. Als je er nog nooit bent geweest, ga er alsjeblieft een keertje heen. Als je van Formule 1 houdt, dan is dit iets wat je moet meemaken. Volgens velen het mooiste circuit ter wereld. En ook namens mij. Bloedsnel circuit. 7 kilometer lang. Weinig downforce op de auto. Terwijl we wel een hele technische tweede sector hebben. Dus het is grappig om te zien hoe dat gaat uitbalanceren. Ik ben benieuwd op welke plek we moeten gaan starten. Want ik heb geen kwalificatie gedaan uiteraard. Maar ik heb ook geen kwalificatie gedaan. Sebastian Vettel op de tweede plaats. Ze updaten die Ferrari's niet in die game, hè? Dat vind ik toch wel opvallend iedere keer. Ferrari, die is de beste engine supplier in de game. Staat gewoon elke keer strak vooraan. Ik zie weer een Red Bull vooraan staan. Zal die van Albon zijn? I don't know. Waar zijn de Mercedes'en? Ik zei het toch, Albon staat eerste, dat is altijd zo. Codemasters, jullie hebben een hekel aan Max Verstappen en het wordt tijd dat jullie dat gaan erkennen. Magnus op de 7e plek? Waar staat ik? Op de 13e plaats. Dat gaat een overwinning wel heel lastig maken, maar we gaan ons best doen. Oké, daar zitten we, jongens. Ik denk een hele goede start, zeker weten. Oh, dat is misschien wel mijn beste start ooit. We moeten misschien af en toe een beetje fel gaan spelen, omdat ja, we willen natuurlijk wel kans maken op een podiumplaats. We hebben een langzamere auto dan onze concurrentie hier. Oh, oh. Wat doet hij nou? Hij gaat van zijn gas af. Sainz, wat doe je nou? Je hebt me genaaid. Camel straight hier, we kunnen hier echt laat remmen. Het valt misschien niet op, maar je gaat hier bergopwaarts. Dan kan je redelijk laat remmen. Ah, ik voel me echt genaaid door onze grote vriend Sainz hier. Laat hem ook geen grote vriend meer noemen. Hier moet ik liften, jongens. Ik heb te weinig downforce om. Om die flat out te rijden. Hier
Hier lukt het dan wel. Gelijk de overtake button gebruiken natuurlijk. Slipstreampje pakken. Oh! Dat scheelde echt helemaal niks. Ja hoor, komt hij me zo voorbij steken? Puur en alleen omdat ik Magnussen probeer te ontwijken. Oké, zodra we over Rouge in gaan, gebruik ik de overtake. Want we hebben geen DRS. We willen zo dicht mogelijk bij de Ferraris komen. Ik zie niks door die halo. Dit is dus bult op, wat ik al zei. Ja, hier ging het iets te langzaam. Ja, we moeten ook realiseren, we rijden natuurlijk gewoon in een McLaren. Track limit. Komen we dichterbij, Leclerc? 3,4 seconden. Ik weet het niet. Het voelt niet zo namelijk. Dat is geen mooie lijn dat. Rougin, Radeon. Oké, overtake is leeg. We komen wel dichter bij Leclerc. 2,9 seconden. Iets te laat geweest met schakelen, maar... Dit was ook geen mooie. Daar ook een beetje verkeerd geschakeld. ...2,6 seconden. Podiumplek zit er niet in, maar... ...wellicht dat we het hun nog een beetje lastig kunnen maken. Moment van de overstuur daar. Dat was niet heel mooi. Deze was aardig. Ik voel me nog steeds genaaid door onze collega Sainz. Die gewoon vol op de rem gaat in één keer in Eau Rouge. Thank you.
Kom op. Kijk hoor, staan we op 1,7 seconden. Nog één ronde te gaan zo. Ja, dat gaat wel heel lastig worden. Dat zie ik niet meer gebeuren. Anderhalf seconde, nee. Helaas. Helaas, 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 helaas. We hebben alles gegeven, dat wel. Ja, hij rijdt alleen maar weg nu ook. Dat is alweer 2,2 seconden. Een goede exit is hier zo ontzettend belangrijk. Dat neem je helemaal hier mee. Het kleine stukje winst wat je daar behaalt bij die exit. Oh, zo belangrijk. De zevende plaats van Lando Norris. Ja, ja, ja. Vanaf P13. We kunnen niet heel ontevreden zijn, maar... Ja, we willen toch graag meedoen om een podiumplekken. Dat is misschien niet heel realistisch in een McLaren hier. In F1 2020. We hebben nu even op de PlayStation 4 gespeeld. Normaal spelen we op PC. Er is geen groot verschil verder of zo hoor. Maar ja, dit was een race, een sprint race. Op Spa-Francorchamps. Valtteri Bottas heeft weer gewonnen. Er klopt zo weinig van die game, man. Albon altijd voor Verstappen. Mercedes achter Ferrari en Red Bull. Bottas die 9 van de 10 keer wint van Lewis Hamilton. Ik begrijp niet hoe ze dat niet goed kunnen krijgen. Dat is raar, toch? Even zo'n geheim, dat is toch heel raar. Doe kijk dit podium. Is het nou Bottas 1, Albon 2, Lewis Hamilton 3? Ga toch weg, joh. Echt insane. En Ferrari die altijd heel hoog scoort. Nog steeds in de career mode de duurste engine supplier is. Weet je, make that the cat wise. Jongens, rondje Spa-Francorchamps. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik zeker weten wel. En ik hoop dat we een mooie race vanmiddag hebben. Check jullie later. Ciao!